Squallen wordt heel gauw beschouwd als gewonnen, maar tero deze tijd denk ik er wel echt kan dat het wel een heel uh, belangrijk plak is voor mij ook. Voor een soort studenten in het MBO en hege Onderwijs is het een grote opluchting dat ze weer fysiek lesvolgen Want squallen is meer als een plak het Onderwijs krijgt. Zij merkt ek Johanna Bergsma, studenten maatschappelijke kipelijke onder Friese Poort in Dokkum. Het is een plak dat naar je omschoenen wordt, en daar is de lonen maar niet zwargen. Persoonlijk ben ik heel blij dat ik mijn stage trog heb, want uh, dat is ook wel een heel belangrijk plek voor mij. Mijn, mijn collega's daar en mijn uh, begeleiders en zo. ja daar heb ik mijn woordjes wel kwijt kunnen. En op school heb ik ga ja, he, een hele goede coach en, en alle docenten kunnen ook wel bij te plakken altijd. En dat is wel heel fijn, heel fijn gevoel. Joren Agema is schoolmaatschappelijk werker op de Friese Poort. Hij merkt dat studenten haar vrouwtje lieten waard in coronatijd. En dat heeft flinke impact op haar psychische soens. Veel meer ook de, ja, de depressieve uh, gedachten in ieder geval. Hè? Dat Van ja, hoe komt het ooit nog wel goed? Hè? Um, hoe moet ik dit doen? Hoe moet dat straks zijn? Ook heel veel vragen waar we allemaal nog geen antwoord op hebben, maar die wel spelen. Van jongeren zwaar het verplicht Tuesles hebben en nergens naar tak in voor spanning in de TuSsituatie. Johanna is in coronatijd op haar zelf zwijning maar dat stond soms in een equestie je bent wel linnen, zeg maar. Dus uh, om dan op school te wijzen, het is een veilige plak, het is een ontmoetingsplak. Dus uh, ja, het is wel een heel belangrijk iets is dat je, dat je dan wel weer hinkt. On Aangema de taak om voor te komen dat de studenten volslijn uit het erg verdwijnen zoen. Hij geeft mijn jongen Rijn in peteer om te zien werd zijn mijn wrakselen. Ik geef ze nou en dan bij haar een Thuisdel. De studenten binnen veerkrachtig, denkt Aangema. Maar bij Gwon had de isolatie zijn sporen heeft te litten. Bij sommigen zal het misschien zijn, ook met, met extra hulpverlening. Dus bijvoorbeeld bij een psycholoog um, of bij de praktijkondersteuner van de huisarts. Maar om toch weer even wat handvaten te krijgen om er weer bovenop te komen. Maar ja, ik, ik wil, kan niet uitsluiten dat het ook wel echt gevolgen heeft voor de, ja, nou ja, voor de, voor de rest van, de, van het leven. En merken staat onder die, die medestudenten, dat ze is van, nou, om je wet te ik zie het echt nederig. Uh, ja, zeker. Ja, ik uh, opdrachten, maar ik dat er wel uh, medestudenten nou, een beetje onderuit gingen, hè. Ja, dat het gewoon echt goed gaat. En nooit die en bij die wijze dat ze er een nog een hak is en he sides leads, maar sides greets eigenlijk.